Dan is nu aan de orde het 2-minuten-debat geurproblematiek. Het commissiedebat vond plaats op 10 november, dat is weer een tijdje geleden. Inmiddels is ook aangeschoven de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Fijn dat u ook bij ons bent. We hebben 7 sprekers van de zijde van de Kamer. En de eerste is de heer Tjeerd de Groot van de fractie van D66. En ik geef hem graag het woord. Als hij zich kan losmaken uit zijn... Tjeerd? Voorzitter, 2 moties. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegend dat de geurwetgeving mensen onvoldoende beschermt tegen stankoverlast. Overwegend dat er gemeentes zijn die bouwplannen hebben waarbij bewoners aantoonbaar in de stank zullen zitten. Overwegend dat het RIVM binnen de bebouwde kom een geurnorm hanteert van 3 odeur. Van mening dat een overheid mensen die hun geld investeren in een nieuw huis niet in de stank mag laten zitten, verzoekt de regering bij de aangescherpte wetgeving voor nieuwbouwgebieden uit te gaan van de bestaande RIVM-norm van 3 odeur en gaat over tot orde van de dag. Een vraag van de heer Geurts. Ja, dank voorzitter. Ik twijfel weer aan de verstandelijke vermogens van de heer Tjeerd de Groot als hij deze motie indient. Heeft de heer de Groot door dat dat betekent een bouwstop van minimaal 5 jaar, mogelijk van 9 jaar in Nederland? Realiseert de heer de Groot dat de uitwerking van deze motie aangenomen zal worden onverhoopt? Dat dat betekent nog meer onzekerheid voor ondernemers, niet alleen in de agrarische sector, maar ook bij het MKB, als die een geurobject in eigendom hebben. En ik zou graag een reflectie van de heer de Groot op dit punt willen hebben, of hij dat allemaal in zijn overwegingen meegenomen heeft. Ja, voorzitter, die reflectie, want ik heb een tweeluikmotie, zal ik maar zeggen. Als ik de tweede motie, de eerste motie moet je in combinatie met de tweede motie lezen. Die zal ik dan ook meteen even doen. Nee, we luisteren eerst even naar de motie. En dan wordt het u allemaal duidelijk, denk ik. Beantwoorden. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegend dat wetgeving over geurbelasting aangescherpt gaat worden. Overwegend dat er sinds 30 jaar wordt gewerkt met een werkende meetmethode. Overwegend dat de geuroverlast door lokale factoren kan fluctueren. Overwegend dat langdurige blootstelling aan zware geurhinder nadelig gevolgen heeft voor bewoners binnen concentratiegebieden, verzoekt de regering de wetgeving zodanig in te richten dat in concentratiegebieden de norm van 3 odeur niet meer dan 20 dagen per jaar wordt overschreden en dat de norm van 14 odeur niet meer dan 10 dagen per jaar wordt overschreden. Voorzitter, en dat betekent dat als je natuurlijk op het landelijk gebied, in het landelijk gebied gaat wonen, ik woon daar zelf ook, dat daar af en toe mest wordt uitgereden. En dan denk je, het is voorjaar. Dat hoort erbij. Maar dit gaat ergens anders over. Er zijn nu kernen waar nieuwbouwplannen zijn, waar mensen structureel dreigen in de stank te gaan wonen. Op plekken waar nu nog geen huizen staan. En dan hebben we als overheid de mensen te beschermen tegen de overlast die er op dat moment is. En als ik u vertel dat daar nu locaties zijn waar misschien wel 8 odeur standaard is, dan zet je mensen dus structureel in de stank. En dat lijkt me als D66 onwenselijk. De Geurts. Ja, voorzitter, nog geen begin van een antwoord. Nog geen begin van een antwoord. Als je 3 odeur in de praktijk doorvoert, betekent dat in de praktijk een bouwstop van minimaal 5 jaar, zeker, denk ik, zelfs na 9 jaar. Maar dat heeft ermee te maken, als de heer de Groot dat niet begrijpt. Je kunt pas bouwen als je de geurobjecten hebt weggenomen. En als je dat naar 3 odeur terugbrengt, betekent dat 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 gebied gewoon op slot zit voorlopig. Totdat er een oplossing is voor die geurobjecten. Ik begrijp echt niet dat de D66-fractie met deze motie komt die Nederland qua woningbouw totaal op slot zet. Of gaat u er gewoon vanuit dat die boer wel vertrekt of dat het MKB wel vertrekt omdat u het zegt tegen de heer De Groot via de fractie, via de voorzitter van deze Kamer? Ja, voorzitter. Dat is natuurlijk, dat zijn wel echt enorme grote woorden en dat zie ik anders. Er zijn plekken in Nederland waar op dit moment aantoonbaar stankoverlast is. Er zitten naar schatting 400.000 mensen in Nederland structureel in de stank. Jawel, de rechter heeft daarover gezegd, voorzitter,
dat de wetgeving zoals die er nu is de mensen onvoldoende beschermt. Dus dit is weer een van die onderwerpen waar overheid zelf niet aan de wetgeving houdt. En dat betekent dus dat als je daar ergens nieuwbouw moet gaan plegen, dat je dan als bestuurder de keuze zult gaan maken, moeten maken, dat je dan die mensen niet in de stank zet structureel. Want dat is niet fijn om te wonen. En het is niet fijn om je hypotheek als jong gezin, je laatste spaarcenten in dat eerste nieuwbouwhuis te gaan zitten, daar lekker te gaan wonen en na een tijd te ontdekken, hey, het stinkt hier toch wel heel erg. Ik kan toch te vaak de was niet buiten hangen. Waarbij ik erbij zeg, dat is de tweede motie, dat je natuurlijk niet in het buitengebied kunt wonen en verwachten dat het altijd die drie odeur zal zijn. Daar moet je ook een beetje flexibel in zijn, voorzitter. Maar voorzitter, nog een keer. Heeft de heer De Groot echt niet nagedacht, als je drie odeur wil doorvoeren, dat er gewoon echt een bouwstop komt? Gewoon een bouwstop in Nederland, totdat die geurobjecten weggenomen zijn. Heeft de D66-fractie dit niet in haar overwegingen meegenomen? Want het is een heel aardig verhaal, maar geen antwoord op mijn concrete vraag. Drie odeur, bouwstop in Nederland. Nou, voorzitter, ik ben blij dat de heer Geurts het aardig verhaal vindt, want dan beginnen we elkaar toch ook te vinden. Want hier gaat het wel om. Het gaat erom dat we de komende tijd in het landelijk gebied hele scherpe keuzes moeten maken. Die gaan over water, water- en bodemsturend. Die gaan over stikstof. Daar zullen we dus ook zodanige keuzes moeten maken dat die nieuwbouw, die inderdaad moet gaan plaatsvinden, niet plaatsvindt op een plek waar je gewoon echt ongelooflijk veel stankoverlast hebt. Dat is gewoon, dat kun je de mensen niet aandoen, want dit gaat over het vertrouwen in de overheid. En de mensen moeten het vertrouwen erin hebben dat als je ergens gaat wonen, dat je niet structureel in de stank wordt gezet. De heer Haverkort. Voorzitter, dank u wel. En aanvullend aan de heer Geurts, ben van harte eens met het feit dat wat D66 doet hier onverantwoord is. Twee vragen aan de heer De Groot, ook vanuit mijn fractie. De eerste vraag is, we hebben gehoord van het kabinet, van de staatssecretaris, dat zij gaat werken aan een aanpassing van die wet geurhinderveehouderij. En dat die ergens komende periode naar de Kamer toe komt, waarbij goed doordacht gekeken wordt waar wel en waar niet eventueel de norm aangescherpt moet worden. En waarom wacht D66, waarom wacht de heer De Groot nou niet op dat document? Waarom komt hij nu rukzichtloos haaks erin met een verscherping van de norm op het allerlaagste niveau wat de huidige wet voorschrijft? Waarom wacht hij niet gewoon totdat de staatssecretaris met een goed doordacht voorstel komt? En de tweede vraag is, en die is zo nodig nog principieler, met dit voorstel treedt D66 vanuit Den Haag in de bevoegdheid van al die gemeentes die bevoegd zijn om op gebied van geur voorschriften voor hun gemeente af te geven. En waarom vindt D66 het nou op dit moment zo nodig om voor al die gemeentes het even te willen regelen? Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Ja, voorzitter, de eerste vraag. De VVD doet alsof dit een nieuwe problematiek is, maar dat is natuurlijk niet het geval. De problematiek, er wordt al sinds 1994 wordt gewerkt met deze eenheden. En de norm zoals die nu al geldt, die zetten we ook in de motie. De praktijk is alleen, door die zogenaamde maatwerkaanpak en een paar gaten in deze wetgeving waar de rechter nu van heeft gezegd, dat is echt zelfs zo grof dat de rechten, Europese rechten voor de mens worden geschonden. Daar zou u eens van onder de indruk kunnen zijn wat hier is gebeurd, waar mensen gewoon ongelooflijk in de steek zijn gelaten door de overheid. En dan komt het in een rijtje waar u niet thuis wilt horen. Dan komt het in een rijtje het Gronings gasproblematiek. De toeslagen, vind ik dit er ook eentje. Want die mensen, je zult daar maar wonen en niet beschermd weten door de overheid. En dan heb ik gewoon, voorzitter, de norm genomen zoals waar al sinds 1994 wordt gewerkt. Prima. Maar wel met in ieder geval een uitslag naar boven, omdat dat natuurlijk fluctueert. En dat staat ook in de tekst. Want als je in het buitengebied woont, ja, dan heb je af en toe overlast van stank, maar niet structureel. En zo is de wetgeving ook bedoeld. Ja, voorzitter, de heer De Groot geeft geen antwoord op mijn beide vragen. Ik vraag hem waarom hij niet wil wachten tot het goede doordachte voorstel van het kabinet er ligt. En hij fietste nu rukzichtloos met een eigen norm doorheen. Ah ja, dat klopt, voorzitter. Dat vind ik niet chic. Ja. En ten tweede, hij geeft ook geen antwoord op de vraag waarom hij met deze motie het bevoegd gezag, namelijk de gemeentes in dit land, volstrekt passeert. Want hij geeft zich geen enkele mogelijkheid meer om maatwerk in dit plan te stoppen met deze motie. Terwijl juist, en daar hoor ik de heer De Groot ook over, dat landelijke gebied, dat NPLG, heel erg bedoeld is om dat lokale maatwerk de ruimte te geven. Dus daar begrijp ik de heer De Groot gewoon niet. En dat mag hij me nog een keer uitleggen. Ja, voorzitter. Excuus dat ik de tweede vraag niet had beantwoord.
De gemeente vragen om duidelijkheid van de Rijksoverheid. Omdat ze nu op geen enkele mogelijkheid hebben om vergunningen te weigeren. We hebben natuurlijk ook daar een ronde tafel over gehouden. En er was een wethouder die zei van alsjeblieft geef ons wat meer ruimte of wat meer guidance. En zei er ook bij, en dat maatwerk zit er ook in, maar wel binnen grenzen. Want anders kun je als gemeente ook geen kant op en mag je vergunningen niet weigeren. En dit komt niet uit de lucht vallen, voorzitter, uw tweede vraag terecht. Want we schuiven deze problematiek al een jaar of 10 voor ons uit met de ene commissie naar de andere. Typisch hoe we in Nederland de zaken voor uitschuiven. En op het moment dus dat je nu nieuw gaat bouwen, kun je niet meer de zaken voor uitschuiven, maar zul je gewoon keuzes moeten maken. Prima. Kort afrondend. Ja, voorzitter, het zou de heer De Groot sieren als hij snelheid wil maken om een motie in te dienen die het kabinet oproept om dat te organiseren. Met deze motie gaat hij dwars door het gemeentelijk Nederland 1. En dat, nou ja, dat is niet onze manier. Heel goed, dank u wel. Mevrouw Beckerman van de fractie van de SP. Het is erg onrustig bij de coalitie, maar ik praat rustig verder. Mag iets stiller in de zaal? Hartelijk dank. Het woord is aan de staatssecretaris. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een heel stapeltje moties. De eerste van meneer De Groot. Die wil ik ontraden. Ook in combinatie overigens met motie 2. Maar ik ga de moties even apart van elkaar behandelen. De wet geurhinder en veehouderij die stelt binnen concentratiegebieden een standaardnorm van 3 odeur voor de bebouwde kom. En gemeenten hebben de mogelijkheid om daarvan af te wijken tot een maximum van 14 odeur in een geurverordening. En het RIVM stelt geen geurhindernormen. En met deze motie wordt maatwerk voor gemeenten heel sterk ingeperkt. En ook zit het de woningbouwopgave, zoals ook al aangegeven door een aantal Kamerleden, stevig in de weg. Gemeenten gaan zelf over een afweging in de ruimtelijke ordening. Dan motie 2 van de heer De Groot, die ontraad ik dus ook omdat eigenlijk dezelfde redenen. Gemeenten mogen binnen de grenzen afwijken. Op dit moment mag die norm maximaal 2% van de tijd en uren overschreden worden. Dat komt neer op maximaal 175 uur per jaar. Dus er wordt al rekening gehouden met die overschrijdingen. Ik hecht er toch ook wel even aan, want er werden ook een aantal opmerkingen over gemaakt over dat geurbeleid. Ik heb gewoon de afspraak met de Kamer gemaakt dat ik in het tweede kwartaal van dit jaar kom met beleid op dit vlak. Dus wat dat betreft lopen deze moties ook enigszins voor op dat stuk waarmee ik sowieso kom. De heer De Groot. Ja, voorzitter. Eigenlijk bevestigt de minister dat het gewoon een hele zinnige motie is. Omdat de wetgeving hier goed wordt uitgelegd. Namelijk, je hebt een minimumnorm. Je mag bepaalde dagen per jaar overschrijden. Het gaat erom. En je mag lokaal afwijken. Maar wat deze motie eigenlijk zegt, je mag niet structureel afwijken van de minimumnorm, want die is er niet voor niets. Dus is de staatssecretaris met D66 eens dat dat eigenlijk heel zinnig is om niet structureel af te wijken van de gewone minimumnorm? Voorzitter, het is niet voor niks dat we nu aan het zoeken zijn met alle belanghebbenden om te kijken dat we tot goede afspraken over geur kunnen komen. De motie zoals die door de heer De Groot is voorgesteld, die eerste motie, die vraagt om een dusdanige verscherping. Die ook al vooruit loopt op het hele gesprek dat ik ook nog met iedereen heb, met alle belanghebbenden, om te kijken dat we tot een goede, weloverwogen geurnormering kunnen komen. En hier staat een zeer strenge norm die ook nog eens een keer een flinke impact heeft op andere ambities die wij als kabinet hebben. Dus ja, die moet ik sowieso ontraden. De andere motie is eigenlijk een versoepeling, hè, maar die hangt natuurlijk wel samen met die andere. En als ik zeg van ik wil graag alles zoveel mogelijk met elkaar gaan behandelen, dan wil ik dat natuurlijk doen in dat tweede kwartaal als ik met mijn complete voorstel kom. En dan kunnen we altijd kijken, als er bepaalde normen worden vastgesteld, in hoeverre het dan nog mogelijk is om daar binnen een bepaalde bandbreedte van af te wijken. Die ruimte die kan de Kamer dan ook nog altijd nemen. Helder. Afrondend kort. Ja, voorzitter, daarmee is deze motie geen aanscherping, maar gewoon een oproep aan de overheid om zich gewoon aan de eigen normen te houden. Want maatwerk is nu een ander woord voor gewoon je niet aan de wet houden. En dat mag niet zo zijn. En daarmee zet je de burgers in de stank. Dus nogmaals, voorzitter, de oproep aan de staatssecretaris om zich gewoon aan de wet te houden. Dat is wat deze twee moties zeggen.
Ja, voorzitter, ik heb volgens mij genoeg daarover gezegd inmiddels.